Vorige week liet ik jullie achter met een cliffhanger. Hoewel we dus al dachten dat we de woning hadden, weten we het nog niet helemaal zeker. Maar omdat het eigenlijk al in de titel staat, is het niet echt spannend meer. Na ruim 2 weken wachten hadden we eindelijk het verlossende antwoord. Ik dacht het al. We hebben het. We gaan verhuizen. Geweldig. Nou, we gaan officieel verhuizen. Kan je het? Ja. Dus, ons geld was voldoende. Ons geld was genoeg. Ja, nou, we hebben daar echt oprecht nog een paar keer over na moeten mailen. Het is niet vanzelf gegaan allemaal. Want ik heb nog 3 keer met ze gemaild. Omdat ze mij dingen niet meer opleveren vragen. Terwijl ik dacht van ja, hoe gaan jullie in godsnaam het kunnen berekenen als we niet alles naar jullie hebben gestuurd? Ja, maar we weten ook nog gewoon niet wanneer, hè? Nee, dat is allemaal heel vaag. Ik kreeg best veel vragen over hoe het huis er eigenlijk uit ging zien. Hoeveel vierkante meters het zijn. En wat we gaan betalen. Dit antwoord ga ik jullie allemaal geven, maar eerst dit. Zoals jullie later in de video gaan zien, zijn we al bezig met het inpakken van ons huis. En natuurlijk zijn jullie ook nieuwsgierig naar hoe het huis eruit gaat zien. Zelf vind ik dat ook wel lastig, want we hebben het alleen op foto's gezien. Ik ga dat toch met jullie delen, maar eerst wil ik jullie iets vertellen over de sponsor van deze video, namelijk Nextory. Zoals jullie weten ben ik dyslectisch en ook al ben ik best wel wat gaan lezen de afgelopen tijd, vind ik het toch fijn om een combinatie te maken van luisteren en lezen. Maar omdat ik het lezen ook wil blijven oefenen, is het wel leuk dat je ook kan lezen in de app. Momenteel ben ik het boek Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt aan het luisteren. Een boek wat best wel slaat op deze tijd waar we nu in zitten. Want een verhuizing die gaat meestal best wel snel aan je voorbij. En dit boek leert je eigenlijk een klein beetje om meer stil te staan in het moment. Om te kijken en te genieten van het moment. Want we gaan van deze woning naar een hele nieuwe woning, wat super tof is. Omdat verhuizen in je top 3 staat van de meest stressvolle dingen in je leven, leek me dit boek wel een mooie om te gaan luisteren. Om wat meer ervan te gaan genieten. De komende weken zijn we natuurlijk druk bezig met de verhuizing. Want we moeten schilderen, we moeten alles inpakken, we moeten gaan verhuizen. En in de tussentijd vind ik het wel fijn om een boek te luisteren. Aangezien ik dan op dat moment niet kan lezen. Mocht je nou denken van joh, dat Nextory dat lijkt me wel wat. Nieuwe klanten kan ik 45 dagen gratis geven. En je kan altijd opzeggen wanneer je wilt. Meld je aan via de link in de beschrijving. En daar heb ik ook wat tips staan die je misschien zou kunnen lezen. Waaronder mijn boek, want die staat er ook op. Superleuk. Dan ga ik jullie nu laten zien hoe het huis eruit ziet. Zoals ik in het vorige shot heb beloofd, ga ik jullie laten zien hoe het huis eruit ziet. En wij hebben dus het huis gehuurd op deze foto's. Hier komen ze in beeld. Dit is de keuken. Dit is de woonkamer. Ook een stukje woonkamer. De gang. En de douche. Het bed heb ik geen foto van, want dat is onze photoshopte foto. Die heb je in de eerste aflevering gezien. Hoe dit er in het echt uitziet, weet ik nu ook niet. Maar dit is dus waar we ja tegen hebben gezegd. Voor de mensen die dit interessant vinden. Ja. We gaan gewoon open erover zijn. We gaan op 59,1 vierkante meter wonen. Bijna 60. Dat is bijna 60 vierkante meter. En we betalen ervoor exclusief servicekosten €1100. Hoor ik je denken, kan je dan geen betere hypotheek nemen? In de buurt is niks te koop voor deze prijs. Kan je dan niet beter verhuizen? Nee, dat kan ook niet. Nee, want ik heb een kantoor. Voor het geld wat wij zouden kunnen lenen, weten we niet zeker, maar kun je wel een beetje berekening van dan maken. Kunnen we minder. Dan kunnen we echt een heel oud hok ergens in Den Haag, achter in Den Haag kopen. Dit heeft vloerverwarming, 2 kamers. We hebben gewoon een slaapkamer en een woonkamer. We hebben een opbergruimte. We willen sowieso niet zoveel spullen in huis hebben. Freek heeft meer ruimte dan dat hij hier heeft. En we moeten wel minder uitgeven, dat is toch. Ja, we moeten minder uit eten, dat is wel zo. Als we uit eten gaan, mag het alleen nog maar als ik food tour aan het maken ben. Ja. En toch maar gelijk even heen gelopen. Wat is er veranderd, meid? Ja, ik zie briefbusjes. Ja? Ja, en een logo. Ziet er leuk uit, hè? Ja, hier gaan we naar binnen. En er zit een intercomsysteem, zie ik. En ik denk dat wel een beetje de afwerkende fase zit, hoor, als ik heel eerlijk ben. Misschien dat het wel over een maandje al is. Is dat heel snel. Zou dat erg zijn? Nee, ja, dat is wat het is, maar... Ik zie je niet heel happy ervan worden als het over een maand zou zijn. Nee, maar dan opeens denk ik van, oh, dan moet alles zo snel. Ik vind het erg mooi. Zo gek dat we hier boven gaan wonen dadelijk. Ja, we zijn echt al, sinds dat we weten dat we het zouden kunnen krijgen, al 8 keer langs gaan lopen, geloof ik. Zoiets wel, denk ja. ik. Ja, ben je blij? Ja, ik voel het nog steeds niet echt helemaal, maar... Ik ook nog niet helemaal. Nee. Het besef is er nog niet helemaal. Nee. Maar het ergens is ook alweer een geruststelling, hè, dat we... Iets hebben om... Naar uit te kijken? Ja, als we een beetje balen met bepaalde dingetjes in ons huis, dat we dan denken, maar... Nou, ik denk niet dat ik daar nu nog van ga balen, hoor, schat. Nee, hè? Nee. Nou, dat was het. Dat was hem weer. Ja. Wil je nog even een knuffeltje doen?
Ik denk dat we hier heel gelukkig gaan worden met z'n tweetjes en Freek. Met z'n drietjes. En de drietjes met en Freek? Nee. Nou, moet je me wat vertellen? Ja. Ja. Oh, we weten trouwens wanneer we er dus in gaan, want daar waren we dus een beetje onzeker over. Maar hij staat gewoon op de website. Ja, het staat ook best wel groot eigenlijk op de voorpagina. We hebben een gokje gewaagd. Jij denkt juli, ik denk juni. Ja, maar dat is niet Q2, kom ik nu achter. Ja, maar ja, je hebt dat al, we hebben al een weddenschap gelegd. Maar we hebben gestaan. Al een weddenschap gelegd, dus ik kan helaas niet meer terug. Maar wat we dus vandaag gaan doen, even in het kantoor, is kijken hoe groot het eigenlijk is. Want we hebben er weinig idee bij. We kunnen het ook bij. Op de parkeerplaats doen. Heb je wel meer zicht, denk ik. Zullen we het even gaan uittekenen? Dat is wel leuk. Maar het kan best zijn dat het nu een beetje gaat tegenvallen, toch? Met de rolmaat en Guilaine met tape gaan we even kijken hoe het huis er eigenlijk uitziet. 4,5, 4... Ja, is dat 4, breed, hè? 4,5 breed. 4,5 breed. We zien er maar veel van die kant en die kant dicht, toch? Hoe diep? Bijna 6 meter. 5 tot 9. Dit is 5. Leg maar even neer. Dit is het. Dit is het. Wat grappig, joh. Nu vind ik het dan weer ineens klein lijken. Ja, hè? Ja, je moet een stuk eruit halen eigenlijk, hè? Ja, oké. Okay. Er komt hier een klein stukje gaat eruit, jongens. De kamer is bijna 6 en ja. Die bank is 2 nog wat. Dat kan dan toch eigenlijk niet? Ja, dat is dan toch de helft van de kamer. Dat klopt dan toch? Ongeveer. Oh, ja. Minder dan. Iets minder, ja. Ja. Maar goed. Ja. Wat vind je van de visualisatie? Ja, het is best redelijk, toch? Toch? Het is best groot. Ik vind dat wel een grote kamer hoor, dit. Dus wat we ook eventueel zouden kunnen doen, zouden we onze bank hierheen kunnen halen en vast erin kunnen zetten. En we kunnen hem gelijk hier laten. Ook Guilaine is heel erg fan van onze bank. Het is groter als in Rotterdam, 100%. Ja, zeker. Moeten we nog even kijken hoe groot de slaapkamer is? En die bank valt ook nog wel mee, toch? Ik vind het wel meevallen. Ja. Je hebt ook nog een klein inkepingtje, hè? En daar hebben ze niet mee gerekend, weet je nog? Dat zagen nee, op die hebben ze niet meegekregen. Dus is letterlijk, dit is het stuk wat je kunt gebruiken. Ja, en dan heb je nog een inkeping daarin. Ja, zitten. Je bedoelt dat je daarin kan zitten, bijvoorbeeld. Ja, of je hebt... Nee, maar je hebt ook nog een stukje naar het balkon toe, wat nog een stuk, eigenlijk nog een klein stukje zo eraan komt. Heb je nog dit als inkeping er ook in zitten? Dat, nee, dat is een vensterbank, en dit toch? Stuk ook niet. Nee. Dat is gewoon een soort van... Oh, dit is een vensterbank en hier zit nog een inkeping. Alleen de keuken, ja. Diep is waarschijnlijk iets van 70 centimeter, denk ik. Dat is de breedte. Ja, dat is de diepte van de kamer. Oké. Okay. En hoeveel meter moet dat dan zijn? Ja, leg hem maar gewoon eerst even eraan. Zo kan. Hoeveel is die 5 meter precies? Nee, 4, vind nog wat. Dat is wel een verschil met wat we nu hebben, hè? Vind je niet? Ja. Wat ben je nou aan het doen? Ja, ik wil even het bed weten. Maar hij moet 1,80 meter zijn vanaf hier. Nee joh, 1,60. Oh. Ja, dit is wel ons bed hoor. Ligt wel lekker zo in ons ja, huis. Ja, ligt goed hè. Ja, dat is wel lekker. Dat is een grote kamer dan toch. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer, nou het is toch eigenlijk wel kleiner als dat ik weer in mijn hoofd had zitten. Oh ja, een beamertje hier naar de voorkant. Ja, dat is wel lekker ja. Lekker raampjes daar. Daar een mooie nachtkastje, kast. Nachtkastje, nachtkastje. Nachtkastje. En we kunnen naast ons bed lopen, dat is wel echt fantastisch. Zullen we nog even een pakskast tekenen? Pakskast. Want de deur is hier 1 meter hè. Oh ja. Ja, dat is een groot genoeg kast hoor. Nee, het wordt een schat. Zie je de kast al staan? Ja, ik zie hem staan inderdaad. Het is gek hè, want het lijkt nu kleiner als onze huidige slaapkamer als je er zo in staat. Ja, maar... Dat maar is niet, het is echt... Onze slaapkamer is 1,90 meter hè? Ja. Nu. Breed. Dit is wat nu onze slaapkamer is. Serieus, is dit het? Dus onze slaapkamer komt nu tot hier. Tot nu tot hier. Realiseer je nou maar weer even. Dat we toch echt... Ja, hoe is dat? Ja, wat zal het zijn? Wat was die? 1,90, 80 centimeter ongeveer. 80 centimeter cadeau krijgt. Ja, cadeau. Voor de prijs van. Van veel meer, toch? We betalen veel meer geld. We betalen het dubbele van wat we nu gaan betalen. Of wat we nu betalen. Ja. We krijgen niet de dubbele ruimte, maar we hebben wel vloerverwarming. Ja, en... En het is allemaal nieuw. En uitzicht. Wij doen trouwens aan huren zonder kijken. Het is een nieuw programma op RTL, omdat ze geen huizen meer kunnen krijgen voor mensen. Huren zonder kijken. Wat me dan wel opvalt, is dat toen wij in de woonkamer aan het uittekenen waren, dat die bank zo enorm groot leek. Toen we het eenmaal dingen hebben gezet. Ja. Maar het bed leek klein. Ja, gek hè? Zo kan dat dan. Zou die bank dan heel groot zijn? Die bank is ook bijna een meter langer, hè? Nou goed, dat wordt ons huis dus. Ik heb er echt zin in. Hè? Hè? Zin in, toch? Zin in! Nu we alles gevisualiseerd hadden, wisten we welke meubels we moesten gaan halen. Onze huidige kledingkast is iets te klein. En ik wilde een kookeiland.
Geen enkele verhuizing is natuurlijk compleet zonder een bezoek aan een groot Zweeds warenhuis. En natuurlijk moesten wij er ook aan geloven. We're here. We're here. Wil je een lijstje bij je? Nee. Oh. Zo, had je het liever gewild? Nee hoor. Dat ik een kop groter was als je. Ik vind het ook leuk als je klein bent. Ik ben een klein mannetje. Dit is echt helemaal mijn inrichting, schat. Zo wil ik het. Echt? Zo donker? Ja, heerlijk lijkt me dit. Hey, dit is meer jouw inrichting, hè, daarnaast. Nee, ik vind allebei niks. Ah. Van die dat ze zelfs deze niet recht gehangen krijgen in de IKEA. In de IKEA lukt het ze zelfs niet om het netjes te krijgen soms. Welke bank zou je eigenlijk willen? Oh, dat is volgens mij die bank die ik had, toch? Of nee? Ja. Nou, nee. Deze gaat mijn zus nemen. Ik hou niet zo van corduroy-achtige stof voor banken. Nee, maar ik vind die groene wel leuk. Green? Green corduroy. Ook. Ik vind dit netter. Maar wel heel groot. Groot schuit. Ja. Ja, het is, wel, het is trouwens die bank. Kijk maar. Ja, het is hem. Hè? Ja. Nee, dit is... ik mag geen nieuwe bank. Ik weet het heus wel. Ja, ik trap er niet in. Hoezo niet? Dit is bijna ons huis. Kijk. 55 vierkante meter. Maar dit is dan ons huis. Dat is het niet, schat. Jawel. Qua vierkante meters wel. Dus weg gaan de spiegelkasten ook goed werken in kleine huizen. Nou, dan moeten we dat doen. Slaapkamertje. Nog een keukje. Besef dat dit 55 vierkante meter is, hè? Dat we maar 4 vierkante meter meer hebben. Look inside. Zo duur. Zo. Nou, je hebt ook nog een washok hier. En een toilet en een douche. Ah, dat is nog best wel groot. Wil je nog kijken voor een slomtafel? Slomtafel? Slomtafel. Nee hoor. Ik zie dat je de margarita's al klaar hebt gezet. Oh ja, we gaan margarita's drinken dadelijk. iPadje staat er al, de vakantieplannen naar... Nou, dit is totaal niet ons huis, zie ik al. Mexico. Mexico. We hebben nu echt iets gevonden wat even groot is als onze woonkamer. Dus dit is het. Ik denk dat ik ook een beetje onze bank is dit. Ja, is die even groot? Weet ik niet. Ik kan het niet zien. Als je het zo midden in de kamer zet, dan lijkt het ook weer kleiner, vind ik altijd. Als je het aan de zijkant zet, weer niet. Toch? Ja, misschien wel, ja. Ik vind het wel meevallen hoor, als ik het zo bekijk. Het is best groot. Ja, dat is best prima. Toch? Ja, zeker. Hier, deze kast zou ik echt niemand aanraden. Dit ding, dat zakt door bij ons gewoon. Dat is onze tafel. Dus, ja, dat is de tafel van het kantoor inderdaad. Ik vind echt hilarisch. Maar we willen hoge stoelen, toch? Ja, dat is waar inderdaad. Restaurants probeer ik altijd niet te zitten. Ja, ik vind dat in restaurants ook niet echt leuk. Maar dan ben ik gewoon bang dat ik naar achteren val. Maar thuis vind je het niet erg? Dat is ruimte, hè, vanwege de ruimte. Ja, dat is waar. Maar ik vind die stoelen hier allemaal niet leuk. Nee, ik ook niet. Maar we hadden de stoelen gezien, toch? Ja. Maar stel je voor dat het zou passen, zouden we ook altijd zo'n klein schuifje neer kunnen zetten. Zo'n klein tafeltje? Ja, dat we met z'n tweetjes kunnen zitten. Wel een grappig tafeltje dit. Ja, dit is een zeker leuk tafeltje. Dat is een leuk tafeltje. Nou, maar jij wil ook twee van die kookeilanden naast elkaar. Ik vind dat wel een beetje opzichtig persoonlijk. Nee, maar dat is meer evenwicht. Als je dat niet doet, dan lijkt het juist allemaal zo klein en... poppig. Troeperig. Maar we kunnen altijd kijken hoor, als jij... Ja, we gaan nu toch kijken hoe het eruit ziet überhaupt. Ja, dan zou je denken van, dat gaat het niet worden. Ja. Sowieso natuurlijk, die wordt het sowieso niet. Ik vind trouwens die... Ja, dat is er ook een, hè? Ik vind het niet eens zo lelijk, hoor. Vind je dit, is het niet wat dan? Ja, die is... we hadden toch al naar gekeken, hè? Ja, omdat die open was, hè? Ja. Dat vonden we wat minder. Ja. Zijn we niet meer staan? Jawel, die staat hier. Dat is de grijze. Groot ding wel, hè? Ja, hij staat iets kleiner in mijn hoofd. Hij is breed, diep ook. Ja, dat is toch wat we willen. Ik vind het wel netjes, hoor. Dat is best wel laag ook. Het is lager dan laagrecht, of niet? Nee. Nee? Nee. Gaan wij nou doen of we dit laag vinden, terwijl we allebei kleine mensen zijn? Ja, maar Steve, hoor, dat je langer bent. Maar dit is wel goed, toch? Ja, is prima. Of wil je nog verder kijken naar die kookeilanden? Ja, want ik vind sowieso, we kunnen de witte helemaal niet bekijken. Ach, dat wordt dan nog een ding wat we even gaan bekijken ergens anders. Nou, we hebben onze kast gevonden. Nou, zo snel alweer, hè? Jawel, wel deze geel, dit willen we toch? Ja, ik wil ergens ook alweer een klein beetje goedkope look hebben. Met zo'n schuifdeur. Want dat zou ik je niet aanraden, hoor, schat. Nee, dat wil ik ook niet. Heb ik gehad, dat is verschrikkelijk. Nee, ik wil het ook niet. Ah, dat, ja, zo'n deur. Eén zo'n deur bedoel je. Ik ben gek geworden van dat ik dat schoon moet maken. Nee, joh. Al die handen van jou. Volgens mij past het dan tot hier, zo. Ja? Drie van die kasten? Ja. Is toch prima? Is het ook apart dan? Nee, dat is wel één hele kast. Ja. En een hanggedeelte verlies je heel veel ruimte. Ja, ik zou ook maar een heel klein hanggedeelte doen. Ja, dan moet je dus los de kasten nemen, denk ik. Ik had in mijn vorige huis had ik een laag gepakt, diep. En dan had ik twee rollen zo onder elkaar gehangen. Dus dan kan je daar hangen en daar hangen. Dit is natuurlijk langer, hè? Moeten we maar hopen dat de plafonds zo hoog zijn. Weet je nog niet, hè?
Dit gaan we in de slaapkamer doen. Ja, dit is echt heel mooi. Is verduisterend ook, toch? Ja. Ja, dit moeten we doen, 100%. Hij is 1,45 bij 3 meter. Nou, we kunnen toch zien? We weten toch hoe... We weten niet hoe lang het is, hoor. Jawel, we weten wel hoe breed het is. Ja, breed, maar lang niet. Ja, maar, dat zal wel goed zitten. Dat moet je laten maken, joh. Dat moet sowieso. Maar dat kan je niet hier doen, hoor. Ja, weet ik. Dat maar ik moet je het meenemen gelijk? Hoezo? Omdat het 10 euro korting is. Het is een nieuwe verlaagde prijs, niet korting. Maar we gaan hier dus heen. Vervolgens doe ik brandstof betalen en dan gaan we niks meenemen. Dat we het huis niet eens hebben. Dan wil jij al 4 maanden van tevoren gordijnen 4 maanden? Kopen. Ik denk dat het nog 2 maanden duurt. Jij bent wel degene die altijd zegt, nee, laat me later. Ja, dat is waar. Maar ik wil gewoon kopen, schat. Dan doe ik jou een keer na en dan ben ik fout bezig. Ja, heel fout. Jelena houdt dus van slappe kussens. Dat snap ik echt. Ja, maar het schijnt echt ook goed voor je nek te zijn, hè? Maar dit vind ik nou echt een kussen waar jij helemaal wild op gaat. Waarom is deze zo duur? Wat zit hierin? Ik mag niks met 100% wol. Ja, ik ben bang dat ik daar niet Mag je wol niet? Ja, dat is wel een heerlijk ding inderdaad. Nou, neem hem mee. Ja, maar even kijken of er nog wat anders is. Wat? Wat is er? Oh, je hebt hem al 3 gegooid. Ja, neem hem gewoon mee. Is dat hem? Ja, dat is hem. Heb jij daar een kussensloop voor wel, toch? Als ik een grote uitslag krijg, dan... Ja, dan brengen we hem weer terug. Ja. Wel lekker groot. Een gek formaatje. Waarom zou dat zo zijn? Weet ik niet. Oh, verschillende formaten denk ik. Ze zijn allemaal rare formaten. Ik liefst ook allemaal in verhuisdozen doen, maar ja. Alles? Voelt dan ook weer zo... Weet je, dat je op de zaken vooruit aan het lopen bent. We zijn dus aan het opletten met onze uitgaven om te kijken of het een beetje lukt om wat minder uit te geven. Vooral aan uit eten gaan. In de vlog hadden daar moest ik in de podcast nog op terugkomen. Nou, dat doe ik volgende week wel. Ja. Mag het? We hebben een kleed nodig, dus ik denk ik wip hem weer even aan. Jullie hebben toch een mooi kleed? Ja, die is ook heel mooi. Hè? Ja, die is mooi. Die is mooi onder handen genomen door onze kleine vieze man. Alles is in prijs verlaagd, hè, hier. Heel veel producten. Ja, hè? Ja, ik vind dit dus geinig, maar dat zou ik nooit in mijn huis leggen, hoor. Maar ik vind dat wel weer geinig. Ja, ik heb zoiets in mijn huis gehad. Ik heb het idee dat je niet heel enthousiast wordt. Nee, ik moet zeggen, ik ben nooit zo enthousiast over de kleden van IKEA. Ja. Nee, jij koopt meer liever kleden bij Sissy Boy en vervolgens doe je er niks meer mee. Nee, dat is van Zara. Oh, wat is die van Zara? Van de Zara. Hebben nog meer mensen een hekel aan mensen die zeggen de Zara? Ik was deze middag bij de Zara. Ik heb nog wat leuke kleurtjes gescoord. De Zara. Maar het is wel fijn, want het is al zo'n lastig woord en lang ook. Maar we hebben toch zo'n mooi kleed? Ja, we hebben wel een mooi kleed, maar er zit allemaal kots en pis over. Je houdt er niet van, zeker, hè? Ik vind dit rare boordje vind ik zo vreemd dat het zo dik is. Ja. Ja, het is prima, maar ik vind het niet heel geweldig. Sorry. Ik had deze nou wel leuk gevonden als hij niet die bloemen stomme erop dingen erop had. Nou, prima deze dan. Vind je die echt leuk? Ja, slaag poonlig. Hij lijkt op die we nu hebben. Een reliefje erin. Ja, ik vind dat wel leuk. Nou, zullen we hem gelijk meeslepen dan? Nee. Okay, we zijn er toch? Meeslepen dan? Dan moeten we ermee in huis. Dat maakt het niet uit. Ik ga hem niet neerleggen, want dan is die gelijk nee. Ondergepost. Dat helpt niet, dat vind ik niet leuk. Dat is een hele kleine. Nee, dat is niet. Nee. Nee, maar we kunnen hem toch gewoon ingepakt laten dan? Maar waarom zouden we hem nu al halen dan? We hebben nu bespaard deze maand. Nee, het is hem wel. Nee, het is hem hij niet. Hij is vanaf een afstand nee, veel schat, heftiger. Het is hem niet. Het is hem echt. Nee. Hoe heet hij dan? Kijk dan, het is hem niet. Marstrup. Nee, dat verzin je. Nee, ga kijken. Oh nee, dat is hem niet dan. Ik denk je verzint een of andere Zweedse naam. Ja, ja het is wel heel druk. Ja. Ik had hem echt even zonder streepje gewild. Zoals die we nu hebben. Dat is gewoon letterlijk, dan kan je niet opnemen. Ja, die had ik ook opnieuw gewild, maar die hebben ze niet meer. Ja, is die niet meer? Dat was echt, toen ging die al eruit. Oh, oké. Nee. En dit? Jij bent altijd met je eigen leven bezig. Dank je voor het nekketje. Nou, zolang ze dat we ooit in een keer zijn geweest volgens mij. Ja, echt wel inderdaad. Voor ons doen. Ja, we hebben ook niet gekaald natuurlijk. We hebben niks gegeten, maar dan zou het toch juist letterlijk langer zijn. Veggie dog. Ja, die dat zijn smerig, ik, ja, die zijn echt vies. Kunnen we wel nog eventjes naar Smalland? Nee, naar die shop. Welk shop? De Zweedse vreedshop. Ah ja, kan hoor. Onze shopsessie bij IKEA was iets langer dan gedacht. Vergeet niet om je 45 dagen gratis Nextory te claimen via de link in de beschrijving. Volgende week gaan we beginnen met inpakken. En weten we de datum wanneer we de sleutel gaan krijgen. Maar we hadden bijna goed. Zo, dat is sneller dan verwacht. Tot volgende week.